Bij het volgende spel heb je weer een stift nodig en een A4'tje. De stift die heb je in je verkeerde hand. Dus de hand waar je normaal gesproken niet mee schrijft. Je maakt een zo mooi mogelijk rondje op het papier. Nou, zet hem op. 3, 2, 1, go!